Fijn dat u kijkt naar de serie Gods Woord gaat voort. Wat er in de wereld ook allemaal gebeurt, dagelijks wordt het woord van God verder verspreid. In deze aflevering gaat dominee GWS Mulder, de voorzitter van het zendingsdeputaatschap, in op de grote opdracht die de Heer Jezus aan zijn gemeente heeft gegeven. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Onze tekst bevat de zendingsopdracht. Ga dan heen. Zeker. Maar in de eerste plaats is onze tekst openbaring van Christus. Hij de zoon van God, de middelaar, de zaligmaker. Hij stelt zichzelf voorop. Hij stelt zichzelf centraal. Mij is gegeven. Het is hem gegeven. Daarmee wijst hij op de macht van de Vader, de volmacht die hij van de Vader gegeven heeft. Nee, de Heer Jezus is niet zomaar de zoon van Maria, niet zomaar afkomstig uit Nazareth, Hij is de zoon van God. Het welbehagen van de Vader is op Hem en het zal door Zijn hand gelukkig voortgaan. Dat Hij spreekt, doet Hij met goddelijke volmacht. Mij is gegeven. Beste zendingsvrienden. Dat gegeven zijn van die macht aan Christus, dat heeft alles te maken met Gods eeuwige vrederaad. Maar het heeft ook alles te maken met Christus' borgwerk. Want als zijn ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, zo zal hij zaad zien. En dat is gebeurd. Christus heeft betaald voor de schuld van al de zijnen. Het is Goede Vrijdag geweest. Hij heeft geroepen. Het is volbracht. Hij is in de dood geweest, maar hij leeft. Hij heeft gerechtigheid aangebracht. Er is vrede bij God. Mij is gegeven. En als we dan vanmorgen mogen stilstaan bij die zendingsopdracht, dan mogen we in de eerste plaats wel benadrukken dat dat staat in het licht van. Deze openbaring van Christus, mag ik het u vragen, is Hij u verschenen in Zijn grootheid, Zijn majesteit, Zijn goddelijkheid? Kan hij anders of dan? Hebt u voor Hem leren buigen, iets leren kennen van uw kleinheid, uw nietigheid, uw zonde en schuld? Wat wordt God dan groot? Zijn deugden heerlijk, o oh, hoe zal een mens voor God kunnen bestaan? Maar juist, juist daarin wordt de verschijning van Christus zo nodig en zo gepast. Dat hij nu de gegevene des Vaders is. En dat nu om Jezus wil verloren mensenkinderen. Als jij, als u, als ik. Vrede met God kunnen verkrijgen. Ja, en wat is nu het wonderlijke van deze zendingsopdracht? Dat is nu zijn bevel. Ga dan heen. Als dit zo is, dan is dat welbehagen van de Vader, dan is dat borgwerk van Christus ook de grond waarom werkers worden uitgezonden. Hij zendt uit. Hij doet dat met die goddelijke volmacht. Hij doet dat door de Heilige Geest. Ga dan heen, omdat alles is volbracht. Omdat het welbehagen van de Vader doorgaat. Al de volken, heb je het gehoord? Al de volken. Er is geen grens meer aan sinds de Pinksterdag. En daarom mogen onze werkers uitgaan, eerst naar Papua. Later zijn andere volken gevolgd en nu hebben we het laatst voet aan wal gezet in Cambodja. Al de volken ze moeten onderwezen worden. Dat onderwijzen dat is niet vrijblijvend onderwijzen of vertellen. Nee, het gaat over onderwijzen in de zin van tot leerlingen maken. Dus het is onderwijzen met een persoonlijke betrekking. Wie kan zo onderwijzen? Zou een dominee dat kunnen? Een ouderling, een evangelist, een zendeling? Mij is gegeven alle macht. Dat is het werk van hem. Dat hij doet naast vaders welbehagen door de Heilige Geest om los te maken uit de macht van de duisternis. Om los te maken uit de macht van de dood. Om nieuw geestelijk leven te schenken. Dat is een verborgen werk. Wat zien we er naar uit dat het gebeuren mag? Ook onder ontzendingswerk. Maar Christus heeft het ingezet. Onderwijst al de volken dezelfde dopende. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Dus de bediening van de Heilige Doop is het middel. Waardoor Christus dat onderwijs laat bekrachtigen. Daarin blijkt Gods trouwverbond. Dat die beloofde bruidsgemeente van Christus er komen zal. De drie-enige God zelf heeft het toegezegd. Lerende hen onderhouden. Het is een voorrecht om met dat woord bekendgemaakt te zijn. Maar het vraagt ook gehoorzaamheid om te wandelen in Gods wegen. Onze werkers op de velden weten ervan wat een strijd dat geeft om de macht van de duisternis los te laten. Weet u er ook van wat dat betekent persoonlijk in uw leven de macht van de duisternis los te laten. Om steeds meer erachter achter te komen dat u van uzelf een zondig mensenkind bent. Zo afhankelijk van de bediening van Gods genade. Lerende hen onderhouden, alles wat ik u geboden heb, hoor je wel? Dan gaat het weer om zijn woord, om zijn inzettingen. Ja, het gaat om hem, want mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen.